Iemand die al jaren naar Zuil bij Servest gaat is Robert Leefmans van Mangroven. 45 man sterk. En die is ook weer bij de groep hier Zuil bij Servest onveilig aan het maken. Robert, hoeveel mensen gaan er nu mee naar Zuil bij Servest? Ja, we zijn met z'n 12 dit jaar, dus het is een volle bak. Volle bak. En hoeveel van, hoe groot gedeelte van het bedrijf is dat? Dat is bijna iedereen. We zijn met 45 man. 12 gaan er mee, dus drie kwart moet thuis blijven werken. Hey, een jaar. Het is harde werken eigenlijk, hè? Als ze dit zien nu, dan. Kom je ook nog met al die ideeën thuis? Hey, waarom ga je naar Southwest al weer een paar jaar? Voor mij is het de zesde keer. Het eerste jaar moesten we. We waren genomineerd daarvoor voor een prijs. Voor een heel specifiek onderdeel van het sitebouwen voor CSS. Helaas niet gewonnen, maar het was wel een mooie tijd. Eigenlijk sindsdien mogen we ieder jaar een spreker leveren. Dit jaar is het Jeroen, die spreekt hier. We hebben een keer mogen spreken helemaal aan het begin over iPhone development. Dat was echt waanzinnig. Chief developer van ons sprak daar. Ruben Bols heeft een keer gesproken. Je spreekt dus, maar waarom ga je er met 12 man heen? Voornamelijk voor inspiratie. Ze hebben zelf de tagline Inspiration Overload. En dat hoop ik daar ook te vinden. Gewoon te veel inspiratie, zodat je energie krijgt voor het hele jaar. Wat heb je nou voor een inspiratie van Zuil bij Servest afgelopen jaar toegepast? Wat is er gebeurd bij Mangroven? Eigenlijk is dat de reden dat we erheen gaan. Om zoveel mogelijk van onze ideeën daar ook gevalideerd te krijgen. Te kijken of we dat... Wat is er nu echt gebeurd afgelopen jaar? Dus We hebben hele mooie klanten binnengehaald. Vorig jaar was TV heel erg hot. Wij waren toen al bezig met een tv-project. Hoe heet die klant? Dat was voor Sea Change. Wat doen zij? Zij zitten een beetje op de achtergrond in de back-office. En we hebben hele mooie dingen daarvoor mogen bedenken. Als het gaat over social TV-apps. Maar ook... Jij maakt apps, jij maakt mobiele websites voor tv. Om het op de iPad en de iPhone en alle mobiele devices te kijken. Ja, exact. Zowel tv als video als pay-per-view, dat soort dingen. Mooie internationale klant. Erg leuk, ja. Dat was ook een reden. We hebben steeds meer internationale klanten. Zo positioneren we ons ook. En dat gaat steeds beter. En wat is het nieuwste wat je nu gaat doen? We zijn er ook met een start-up. De start-up heet Not If I Care. Not If I Care. Notificare.com. Notificare heet het ook. We hebben een slimme manier voor push notifications. Dat zijn die kleine berichtjes die je binnenkrijgt op je telefoon om je te waarschuwen over iets. Dat er weer een update is of dat je weer iets kunt kopen. Exact. Dat kunnen wij verzorgen, zeg maar. Net zoals Mailchimp dat doet voor e-mail, kunnen wij in een dashboard dat verzorgen voor een markt. Dat is echt een kunde weer, gewoon dat je notifications voor alle platformen goed regelt. Heel specifiek, ja. Ja. Echt een niche op dit moment. Maar die markt is heel erg groeiende. Dus dat is heel interessant om daarmee bezig te zijn. Wat ga je daarmee doen met South by Southwest, met die starten? Uiteraard gaan we een beetje over praten. We hebben een plaatsje hier bij de Dutch Fellows. Om ook op de exhibition te staan. Dus we proberen zoveel mogelijk developers, agencies te spreken eigenlijk. Om te kijken of ons product aansluit. Of we het een beetje kunnen valideren eigenlijk. Dankjewel, veel plezier met z'n 12. Robert Leefmans van Mangroven.